Het landschap Overijssel heeft het initiatief genomen om soortenadaptatie in te voeren. En daar hebben ze een aantal gemeenten in Twente hebben ze gevraagd van welke soort zou je willen adopteren als om bekender te maken in de natuur, om de verbinding te maken tussen de natuur en de mensen. De gemeente Almelo heeft gekozen voor de Weidewerkjuffer. Almelo heeft als ruimtelijke structuur de vlinder. Vlinderstad met allemaal groene longen. Vandaar dat de gemeente Almelo heeft gekozen voor de Waterbeek of Weidebeekjuffer. En andere gemeenten hebben gekozen, bijvoorbeeld gemeente Twenterand voor de Patrijs. En de gemeente Hof van Twente voor de Steenuil. En zo heeft een heleboel gemeenten een dier gekozen, of vlinder of vogel enzovoort, als icoon. Nou, het college heeft in 2017 hebben ze de Weidebeekjuffer geadopteerd als soort. En het college heeft een bedrag beschikbaar gesteld om die adaptatie, om die soort uit te werken. En ze hebben opdracht gegeven aan het IVN om daarvoor te zorgen. Ik heb ook meteen contact gezocht met het waterschap. Omdat bij de Weidebeekjuffer moet je denken aan een juffer die langs beken huisvest. En wil je dus daar iets mee, dan zul je ook het waterschap erbij moeten betrekken. Dat heb ik dus ook gedaan. En we hebben nu een projectgroep en een stuurgroep, waarin dus de gemeente, waterschap, landschap Overijssel, provincie in vertegenwoordigd zijn. De IVN die gaat in eerste instantie gaan ze de watergangen gaan ze inventariseren. Waar zit die Weidebeekjuffer? En ze gaan kijken van welke plekken langs de watergangen zou geschikt gemaakt kunnen worden, dat er ook in de toekomst de Weidebeekjuffer komt. Als je dus de watergang inricht, of sommige plaatsen waar die watergang al goed ingericht is, dan komen er ook meerdere soorten vlinders, vogels, andere beestjes komen daarop af. En dan krijg je dus enorme vergroting van de biodiversiteit. En dat is alleen maar goed voor de natuur, maar ook voor de inwoner van Almelo.